ontmoet de man die vast heeft gezeten in Rusland van fulltime werken en vakken vullen in de supermarkt naar fulltime vrij werken voor zichzelf. In de dropshipwereld, e-commerce, Bol, weet Paul ook heel veel van. En nu helpt hij en coacht hij ook andere jongeren, ouderen om dit voor zichzelf op te bouwen en niet meer gevangen te zitten. Hartelijk welkom. Dankjewel Marco, tof om hier weer te zijn. Ja. Hey, neem me wat mee in de achtergrond van je familie. Ja, ik kom uit een gezin, gewoon een normaal gezin zeg maar. Ik ben enigst kind, vader is Nederlands, mijn moeder is Russisch. En ze is hier ongeveer denk ik 5, 26 jaar geleden naartoe gekomen. Heeft ze toen mijn vader ontmoet, is ze toen hier gaan komen wonen en toen ben ik ontstaan. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal hoe ik ben begonnen, zeg maar, in het allerbegin, als je helemaal terug zou kijken. Heel fijn gezin, hele goede ouders, dus gewoon een normaal gezin. Het is niet dat we super rijk waren, ook niet super arm, gewoon gemiddeld Nederlands gezin. Okay. Op een gegeven moment was je met een vriend in de sportschool aan het praten over online ondernemen, onder andere. Ja, klopt. Een beetje fast forward. Je was fulltime aan het vakken vullen. Hoe ontstond die stap om dan te gaan dropshippen? Ja, ik was ongeveer 15 of zo. En toen deed ik nog niet zo heel veel met mijn leven. Net als menig kind, denk ik, van die leeftijd. En toen moest ik solliciteren van mijn moeder, volgens mij, denk ik. Want ik moet gewoon een beetje werkethiek opbouwen. Dus ik had gesolliciteerd bij de Albert Heijn. En in eerste instantie was ik niet op gesprek gekomen vanwege mijn beschikbaarheid. Ik had volgens mij ingevuld dat ik maar 3 uur per week kon werken of zoiets naast school en voetbal en tennis en fitness eventueel, alles wat ik deed. Toen had mijn moeder opgebeld van de Albert Heijn van neem mijn zoon even op gesprek, want die wil hard gaan werken. Dus ik super zenuwachtig daarheen, weet je wel, van jezelf een beetje verkopen, je hebt geen idee wat je moet doen, zeg maar, dat is een beetje je eerste baantje. Daar ben ik begonnen. Toen binnen 2 maanden moest ik bijna weg, want ik kon niet snel genoeg vakken vullen. Je moet dan eerst even wennen van, waar staat al de melk of wat voor koekjes of zo, et cetera. Toen ben ik daar wel begonnen met hard te werken en uiteindelijk dacht ik gewoon, dit is gewoon de enige manier om geld te verdienen. En zo was ik ook een beetje geconditioneerd. Mijn vader was wel ondernemer, maar hij werkte en daardoor verdiende hij geld. Mijn moeder ook en iedereen om me heen eigenlijk, die werkte om geld te verdienen. Mm-hmm. Toen dacht ik, dan moet ik ook werken om geld te verdienen. Dus ik pakte eigenlijk alles aan. Als iemand vroeg in de groep zei, wil je op vrijdagavond vakken vullen, dan was ik daar. Als je wil zaterdagavond, dan was ik daar. Dus ik pakte elke kans. Ik was wel eens gewoon, soms had ik wel eens een toets en had ik niet zo goed geleerd. En dan voelde ik mij niet zo super tof. Dan had ik me gewoon ziek gemeld en dan ging ik vakken vullen in plaats van naar school. Dat kan ik me nog wel een paar keer herinneren. Ja. Dus die kans pakte ik eigenlijk aan om gewoon geld te verdienen. En toen dacht ik, ik heb altijd al geroepen vanaf kleins van ik ga rijk worden of ik ga ondernemen. Ik ga niet voor een baas werken, want dat was, ik wil gewoon mijn eigen ding doen. Toen kwam ik die vriend dus een paar jaar later tegen in de sportschool. Een luxere sportschool. Hij is nu al helemaal plat gezet, want er is geen vraag meer naar. Maar ik kwam hem daar tegen. Hij zat op een andere school dan ik ondertussen. En we hadden het een beetje over van ik wil eigenlijk helemaal niet meer vakken vullen. En ik wil eigenlijk iets voor mezelf doen. En hij had een beetje hetzelfde. En ik dacht van waarom niet? En zo ben ik eigenlijk langzaam in die dropship-wereld samengerold in het begin. Hoe lang doe je nu al dropship? Sinds 2020, begin 2020. Okay. Dus nu 4,5 jaar, zoiets. Ja, gaaf. Je zegt werken voor je geld. Ja. Een beetje, dan moet ik denken, tijd inruilen om geld daarvoor terug te krijgen. Ja, zeker weten. Maar je zegt het op een manier, ik voel een bepaalde toon, ik weet niet of dat klopt, van dat hoeft niet, dat kan ook anders. Ja, het kan zeker anders. Wat bedoel je met niet direct hoeven werken voor je geld? Ja, niet direct hoeven werken voor je geld natuurlijk ligt eraan hoeveel jij per uur waard bent. En ik heb dat laatst ook met de andere business coach besproken. Het is even niet relevant hoeveel ik per uur verdien. Maar er zit wel een verschil tussen 4 euro per uur verdienen en 400 euro per uur verdienen. Mm-hmm. En in vakken vullen doe je iets wat iedereen kan. Als jij, we zijn allebei gezond, dus wij kunnen allebei een pak melk pakken en op de goede plek zetten. Dat kan ieder logische nadenkend mens in principe. Maar niet iedereen kan advertenties runnen, winstgevend. Of niet iedereen kan een vrachtwagenbedrijf opzetten, et cetera. Mm-hmm. Dat zijn andere skills en dan kan je ook op een andere manier betaald worden. Dus zo zie ik dat een beetje meer waard worden in de tijd die je erin stopt. Ja. Oké, dus we hebben nu een beetje in grote stappen geplaatst van vakken vullen, van
ontdekken. Hey, laten we gaan dropshippen en kijken wat er uitkomt. Na fast forward, je doet het nu 4 jaar. Hoe ziet je leven nu eruit? Als je een kijkje in een dag van Paul gaat nemen. Ja, dat is wel nog steeds wel werkgerelateerd, dat wel. Dat zie je ook wel terug, dat blijft ook wel. En ja, ik werk eigenlijk vaak 's ochtends, totdat ik een beetje uitgeput ben. Of in ieder geval tot mijn brein een beetje gefrituurd is. Dan ga ik vaak sporten, uurtje anderhalf. En soms de sauna in Bali of in Azië en misschien ook weer in Nederland. Dus dat is eigenlijk hoe mijn dag eruit ziet. Werken, sporten, weer werken. En 's avonds doe ik nu iets minder. Ja, en het is ook een andere soort manier van werken, heb ik nu gemerkt, dan dat ik in het begin deed. Toen ik in het begin dropshippen was, deed ik alles. Deed ik en product research en klantservice en webshop. Ja, en nu heb ik gewoon daar allemaal mensen voor. Ook voor coaching business, die ik dus aanstuur. Dus ik ben meer een CEO of hoe je het ook wil noemen. Ik ben meer de managende rol gegaan. Om ja, gewoon die leverage te creëren. Want met meer mensen kan je ook meer bereiken. Er is maar zoveel dat ik kan doen, 24 uur in de dag. En natuurlijk moet je in het begin grinden en moet je lekker gas geven. Zeker als je in het begin alles nog doet. En ik werk zeker ook nog hard. Maar op een gegeven moment ga je op een andere manier werken. Want sommige mensen zeggen bijvoorbeeld, ja, ik ben de hardste werker in de kamer. Ik werk ook zeker hard, maar ik weet ook dat mensen harder werken. Ik weet bijvoorbeeld dat mijn vader om 4:30 iedere dag opstaat. 7 dagen per week op 62-jarige leeftijd. En er zijn misschien nog wel andere mensen die nog harder werken. Dus ja, het is op een gegeven moment niet van, hey, hoeveel harder kan je werken? Want er zit maar 24 uur in de dag. Dus dan is het, hoeveel kan je in dat uur verdienen en welke leverage heb je? Dus welke hefboomtaken moet je doen om X te bereiken met dropshipping of wat je ook doet? Dat zijn wel de dingen waar ik me op focus. Ja, ik herken me een beetje wat je zegt. Bij mij is het van, hoeveel video's kan ik op een dag produceren? Ja. En op een gegeven moment had ik eind 2020, december, oudjaarsdag, 21 TikToks gedeeld. Op één dag? Op één dag. Dus ik was eigenlijk meer dan elke uur van de dag bezig. Keek ik en, weet je, en bezig. En wat ik daarvan heb geleerd is, er zitten video's tussen waar het algoritme goed op reageert. Desondanks dat het een overload aan content is. Dus had ik sommige wel 10.000 views video's. Okay, dat vond ik nog oké. Maar ook heel veel niet natuurlijk. Maar ik wilde zeg maar een beetje barrière voor mezelf doorbreken van, ik mag genoeg gezien worden voor mijn business, snap je? Ik mag genoeg gezien worden voor wie ik ben. Dus dat was eigenlijk mijn, als man van, ik mag aanwezig zijn en ik kan het hardste werken en de meeste video's produceren. Ja, dat is wel een goede mindset, zeker in het begin. Maar ik denk dat je op een gegeven moment zeker op een level komt, dan wil je eventueel doorgroeien. Ja, dan, je kan niet alles meer tegelijk managen, zeg maar. Er zijn zoveel verschillende dingen, zoveel verschillende platformen waar je rekening mee moet houden, zoveel verschillende taken. Ja, in het begin denk je dat je alles het beste kan, maar je komt er uiteindelijk wel achter dat mensen gewoon gespecialiseerd zijn in een bepaald vakgebied, of het nou klantenservice of advertenties of wat dan ook is. En als je daar echt een team omheen bouwt en een mooie cultuur, dan kan je veel verder gaan dan in je eentje uiteindelijk. Ja, zeker waar, ja. En hoeveel uur zou je zeggen, ik let er als ondernemer niet veel op, maar weet jij hoeveel uur je op een dag werkt? Hoeveel uur? Ja, dat hou ik eerlijk gezegd niet bij. Ik weet niet of jij dat wel bijhoudt. Het is niet eens meer belangrijk dat je ondernemer bent. Hè? Je doet het op een andere manier, zeg maar. Vroeger toen ik vakken vulde en in een fabriek werkte en in een kantoor werkte en op school zat, was het echt een verplichting. En het is geen vrije keuze. Dus dan was ik die gast die kijkt van, hey, is het 2:30, mag ik naar huis? Want dan is school afgelopen, hey, is het 7:00, want dan mag ik naar huis en dan heb ik x euro al verdiend. Dus dat is wel het verschil. Je krijgt wel bij werk die instant reward, zeg maar. Je weet wel van, hey, ik heb 8 uur gewerkt vandaag. Ik heb 10 euro per uur, ik heb 80 euro verdiend. Zo dacht ik dan altijd. Maar bij ondernemen is het niet per se van, hey, ik ben 8 uur aan het werk, betekent niet dat je per se die 80 euro altijd verdient, zeg maar. Dus je zegt, bij werknemen is het vaak zo dat je een instant reward, dus een gelijke directe beloning krijgt. Ja, om een beetje vast te blijven erin, zeg maar. Ja, dus dit is de tijd wat je opoffert. Ja, en direct daarvoor in ruil krijg je, in ieder geval aan het einde van de maand, krijg je geld gestort op je rekening. En hoe is het dan ondernemen? Ja, ondernemen is het wel anders natuurlijk. Je kan gewoon een hele maand aan het werk zijn en er kan niks binnenkomen. Dus die negatieve kant moet je ook altijd belichten. Maar je kan ook een hele goede maand hebben. We hebben bijvoorbeeld nu ook een hele goede maand gedaan met coaching business dan in dat geval. En daar hebben we ook een mooie omzet voor gerealiseerd. Maar dat betekent niet per se dat die omzet alleen maar uit augustus is gekomen. Het kan ook zijn dat dat van taken zijn geweest die ik in juni en juli heb gedaan. Dus dat compound effect zit daar dan weer op. Dus dat zit net wat anders in elkaar. 4 jaar geleden begon je dus ongeveer met dropshippen, e-commerce en Bol.
Heb je wel eens een slechte maand gehad? Ja, vaak zat in het begin liep het helemaal niet. Maar toen dacht ik wel dat ik de absolute koning was toen ik begon. Terwijl ik helemaal niks wist. Ik had nog geen cursus of coach gekocht. En ik zeg niet dat dat het allerbelangrijkste was, maar ik dacht dat ik alles wist. Maar ik wist eigenlijk helemaal niks over dropshipping. Maar ik dacht wel van ja, ik ga het maken, zeg maar. Nou, de eerste 6 maanden gebeurde er niks. En ik was super lang bezig met een product zoeken, het perfect neerzetten, een goede website maken, alles perfect. Dat wierp uiteindelijk wel zijn vruchten af. Alleen er zat gewoon totaal te weinig snelheid in. Dus ik was veel te lang bezig, misschien wel een maand met het testen van een product. Terwijl je gewoon, nu tegenwoordig kan je gewoon, in ieder geval met de skills die ik nu heb, zou ik binnen een uur product kunnen vinden, / advertentie, vanavond online, morgen eventueel eerst sales. Mm-hmm. Dus dat is een beetje daar het verschil in, dat je dingen sneller gaat doen en op een andere manier dan in het begin. En hoe werd je bewust van? Dus je begon net met dropshippen en je dacht, ik ben hier goed in. Ja. Je deed een maand over het geheel proces van product research tot de eerste sale, zeg maar. Hoe ontstond dat besef van, ik ben hier eigenlijk helemaal niet zo goed in? Ja, vooral toen ik wat ging adverteren, et cetera. Toen dacht ik van ja, ik investeer alleen maar. En ik wist in het begin moet je natuurlijk investeren. En het is een nieuw bedrijf, je moet even opstartkosten. Ik was allemaal boeken aan het lezen, weet je wel. Think and Grow Rich, Rich Dad Poor Dad, standaard die vaak ondernemers in het begin lezen. En ik dacht ja, ik ga het maken, weet je wel. Maar ik maakte helemaal niks. Ik maakte alleen maar verlies. Mm. En op een gegeven moment dacht ik wel van ja, er moet nou iets veranderen. Als ik alleen maar dezelfde acties blijf doen, dan gaan we op dezelfde voet door. Dus toen heb ik tegen mijn compagnon, middelbare schoolvriend eigenlijk, gezegd van hey, je bent uit het bedrijf. En het was sowieso mijn bedrijf, want ik had eigenlijk ingeschreven. En ik had hem als, want ik wist sowieso dat ik het langere tijd ging doen. En hij zat daar misschien wat anders in. Ik dacht, ik gooi hem eruit, want het liep niet helemaal soepel. En toen dacht ik, maak gewoon een investering in de cursus. Nou, de typische 997 cursus van een dropshipper in Nederland in ieder geval. En toen dacht ik van, hé, ik weet eigenlijk helemaal niks. Ik zat allemaal die video's te kijken. Alle video's gekeken. Ik denk, ik heb €1000 betaald. Ik ga alles kijken. Dan ga ik alles misschien nog wel 2 keer kijken. En dan ging ik het ook nog implementeren. Toen dacht ik van, hé, nu maak ik ook sales. En nu begint het ook winstgevend te draaien. Dus zo is het eigenlijk het balletje in het begin bij mij gaan rollen. Ja, oké. En wat zie je bij je klanten nu je al meer dan 4 jaar dropshipt? De beginners bijvoorbeeld, jouw klanten die beginners zijn. Hoe ervaren zij het om met jou te werken? Ja, ze vinden het super fijn, want ze hebben dan ze weten ook nog niet echt die stappen om X te realiseren momenteel. En het is altijd handig om een sparringspartner te hebben. Dus het is vaak overleggen over, hey, wat zijn de volgende stappen, waar loop je tegenaan? Dingen waar zij dan misschien ook een paar of een maand mee bezig waren met het testen van een product, kunnen nu binnen een week of soms sneller een product online zetten. Dus dat is het grote verschil, dat je direct actie, direct iemand hebt om dingen mee te overleggen. En dan kom je zelf ook tot andere inzichten. Als je alles alleen maar zelf gaat doen en zelf gaat nadenken, dan heb je alleen de inzichten van jouzelf en niet van een ander en niet van een externe bron. Dus dat merk ik wel, dat klanten dat heel fijn, als fijn ervaren. Ja. Ja, dus ze hebben beter zicht op wat werkt en ook sneller komen ze tot resultaat. En welke hefboomtaken, waar we het eerder over hebben gehad, wat zorgt nou voor het resultaat? Nou, bij dropshipping, het klinkt heel simpel, maar het is niet makkelijk. Je hebt een product nodig, je hebt een website nodig en adverteren. Dat zijn de enige 3 taken waar jij dan op gaat focussen. Je gaat niet bijvoorbeeld nog e-mail marketing doen als je nog niet geadverteerd hebt, of et cetera. Of de verkeerde taken doen. Ja, verkeerde taken, of in ieder geval bezig zijn met het beste logo maken uiteindelijk. Mm-hmm. Uiteindelijk maak je gewoon een logo en dan verbeter je over de tijd heen. Mm-hmm. Je hebt een product nodig, een website en ads. Daar focus je op. En dat zijn de taken die jou dan richting die 10.000 per maand die iedereen serieus online of 100.000 per maand of wat je doel dan ook mag zijn, gaat brengen. In dropshipping in ieder geval. Mm. Ja. Oké, ik heb bijvoorbeeld met video's, dat ook klanten daar soms moeilijk over denken. Zoals jij zegt, dat beginnende klanten kunnen denken met dropshippen, wat wordt mijn logo? Ja. Eigenlijk heb je dus die 3 thema's die je zei, daar moet je op focussen. En bij mijn klanten is het van, het kan ook veel sneller. Dus ik merk wel dat snelheid, snel een video maken bij jou, snel tot het resultaat komen van je eerste verkoop met dropshippen. En dat zorgt voor, dat is pas zeg maar data. En daar kan je echt dingen mee gaan doen. Ja. Ja, zeker. Dat doen we zeker ook bij klanten. Dat als ze nog echt die beginner zijn en nog nooit geld online hebben verdiend, gaan we gewoon zo snel mogelijk richten dat je of op Bol of met dropshipping je eerste sale hebt. Dan had ik ook het gevoel van, hey, het werkt. Weet je wel? Ja.
hoeft nog niet eens per se te zijn of verdien je 5 of 10 euro of maak je 5 euro verlies. Gewoon het gevoel dat iemand geld overmaakt naar jouw webshop of naar jouw rekening überhaupt, online. Los van een baan. Geweldig, ja. Dat kan een ander gevoel zijn. En er kan een hele mooie transactie binnenkomen van een webshop of van coaching die ik nu heb. Maar dat voelt nooit als die eerste sale die je maakt. Dat gevoel dat je denkt van, hey, de wereld is van mij. Dat zal je nooit meer vergeten. Dus dat raad ik iedereen aan om in welke business je ook zit, om zo snel mogelijk die eerste sale te gaan maken. En wat doet een klant bij jou die een van zijn eerste sales heeft gemaakt? Hoe gaat het vanuit daar verder? Ja, het ligt er natuurlijk aan of die bezig is met dropshipping of verkopen op Bol. Maar vaak is het in ieder geval met e-commerce is producten testen. Dus je doet natuurlijk zo goed mogelijk onderzoek welk product natuurlijk een winstgevend product kan zijn. Maar ja, zelfs ik kan dat vooraf niet weten. Want wist ik dat wel, dan zou ik 100 producten per dag testen op 50 euro per dag. En dan zou ik daar heel veel centjes mee kunnen verdienen. Uiteindelijk moet je die producten gaan testen en moet je analyseren op basis van de data. Dus op basis van data beslissingen maken van, hey, wat zeggen de advertenties mij, wat zegt de webshop mij en wat zegt niet mijn gevoel. Wat is nou je winst op de eerste dag of je verlies of je break-even? Hoeveel omzet moet je draaien om break-even te draaien? Hoeveel gaan we opschalen en wat verwacht je dat daaruit gaat komen? En wat als we opschalen en het stort in? Wat kan? Wat gaan we dan doen? Mm-hmm. Het zijn allemaal dingen van, welke acties ga je nemen op basis van de data die je hebt? Hoe gingen klanten die van beginner een beetje naar gemiddeld gaan, en straks over average, hoe gingen gemiddelde klanten ermee om toen uiteindelijk producten niet meer werkten en die teleurstelling met dropshippen op momenten? Ja, met dropshipping of mensen die dan zelfs al een merk hebben, dus dan ook een product hebben ingekocht voor een webshop of bol, kan natuurlijk frustrerend zijn als je een bepaalde voorraad hebt of een bepaald product dat doodgaat of in ieder geval niet meer winstgevend gaat. En ik ben dan altijd zo van mening van, hey, het heeft gedraaid, dus met een andere invalshoek zou je het nog steeds winstgevend kunnen draaien. Alleen je gaat er niet zo lang mee door van, hey, ik vind dit zo'n geweldige lamp en hij heeft nu 10 sales. Ja, ik moet deze lamp blijven verkopen. Je moet die emotie eruit halen. Dus op een gegeven moment, als het niet meer werkt, ga je gewoon door naar een ander product. Uiteindelijk, zo simpel is het ook weer. En hoe kun je een product dat soort van dood is, dus het verkoopt weinig tot niets meer met dropshippen, vanuit een ander invalshoek, zoals jij zegt, weer toch testen en het maximale eruit halen. Ja, dan kijk je dus weer naar de data, dus kijk je waar gaat het mis. Dus het zijn vaak twee dingen waar het misgaat. Of het gaat op de website mis, of bij je advertenties. Bij e-commerce in ieder geval. Dus je kijkt naar de advertenties, denk je, ja, ik betaal 2 euro voor een klik. En je doet bijvoorbeeld 20 euro budget per dag. Dan heb je 10 kliks, 10 keer 2 in principe. Dat zijn niet heel veel bezoekers. En meestal doet 2% gemiddeld maar een aankoop op een eerste bezoek. Dus dat gaat daar niet zoveel opleveren, zeg maar. Dus dan zou je 100 bezoekers hebben, dan heb je 2 sales. Mm-hmm. Dus dan moet je kijken, hoe kan je die kost per klik van 2 euro naar 1 euro of zelfs naar 10 cent krijgen? Daar heb je dan een andere video voor nodig. Dan kijk je van, hey, wat voor video heb ik nu gebruikt? Wat voor personen zitten daarin? Zitten daar Chinese personen in? Of is dat een vrouw die er mooi uitziet en goed vertelt over X beauty product, et cetera? Past het bij de doelgroep? Zit er een voice-over in? Zit er tekst eronder? Welke caption heb je boven je advertentie staan? Wat kan je daarin verbeteren? Wat is de thumbnail van je advertentie? Dat zijn allemaal dingen die je één voor één kan gaan testen. Mm. Om die kost per klik omlaag te krijgen. Mm. Meer bezoekers te genereren voor je website. En dan dat conversiepercentage zo hoog mogelijk. Dus van het aantal bezoekers zoveel mogelijk die een aankoop doen. Ja. Te converteren. Mm. Nou, oké. Okay. Dat is best wel veel. Dus om naar te kijken. Ja. Als dropshipper, dus al die verschillende facetten. Waar kan het aan liggen dat ik niet goed verkoop of weinig kliks krijg? En hoe is dat dan voor gevorderde dropshippers die bij jouw klant zijn? Ja, wat is een gevorderde dropshipper en hoe ervaren ze klant zijn bij jou? Ik zou zeggen een gevorderde dropshipper die 1k per dag draait, zou ik wel zeggen. Maar dat is natuurlijk geen winst waar we het over praten. Maar dat is ongeveer 1000 euro per dag. Daar hebben we nou ook wel een klant van. Die ook zulke bedragen draait. En die is vanuit dropshipping naar een merk gegaan. Ik ga even niet zeggen wat voor merk vanwege zijn privacy redenen. Maar daar zijn we gewoon aan het kijken van, ja, we hebben een bewezen product. Hoe kunnen we dat bewezen product nog meer op gaan schalen? Mm. Wat voor advertenties heb je daarvoor nodig? Hoe krijgen we die kost per klik lager? Mm. Zodat je nog meer bezoekers genereert. Want zijn website converteert heel goed. Hij heeft ongeveer 7% of 8%. Op zijn website dat gelijk een aankoop plaatst. Dus van 100 bezoekers 7 of 8 sales.
Vergeleken met twee wat het gemiddelde is van andere webshops, is dat al wel goed. En hij kan ook via e-mail, is hij ook aan het kijken, daar heeft hij ook iemand voor ingeschakeld om daar ook meer uit te halen. Dus ik zou zeggen, gevorderde dropshipper die 1K plus per dag draait, en dan moet je aan de mensen thuis, moet je ongeveer denken aan 200-400 euro winst na alle kosten, na alle belastingen. En daar kan je wel een oké salaris uithalen. Als je 200 keer 30 dagen, dan heb je al 6000 euro. Ja. Dan hoef je in principe niet voor 9 tot 5 te werken, vaak. Nee. En dat is vaak wel het moment dat klanten zeggen van ik ga afschalen bij mijn huidige baan en ik ga je gewoon helemaal voor. Ja. En zo'n ervaren dropshipper die bijvoorbeeld 6000 euro per maand verdient, na alle kosten. Hoeveel uur besteedt die, denk jij, aan het geheel proces van dropshippen? Ja, ik denk dat het heel erg verschilt per ondernemer. Dus we hebben ook klanten die besteden heel veel uit. Die hebben een iets oudere leeftijd, zeg maar. Die hebben wat meer levenservaring. Die hebben ook misschien wat meer vastgoed, wat meer bedrijfservaring. Dus die besteden wat meer uit. Mm-hmm. En daardoor kunnen ze dus minder uren erin steken. Mm-hmm. Dus het is heel erg afhankelijk van de persoon, zou ik zeggen, hoeveel uren je erin steekt. En op welke manier je dat gaat doen. Dus sommige mensen kiezen er bewust voor, dus bijvoorbeeld om een brand te bouwen. Maar sommige mensen kiezen er bewust voor van, hey, we hebben een webshop in Nederland en België. En daar hebben we een winstgevend product X, een dropship methode. Dan gaan we gewoon naar Duitsland of Oostenrijk of een ander land, waar een grotere markt is. Gaan we daar adverteren in die taal, om het daar ook winstgevend te krijgen. Dus er zijn verschillende manieren om je dropship business op te gaan schalen. Was jij ooit sceptisch over online ondernemen en dropshippen? Ja, zeker weten. Zeker over alle goeroes die je dan online ziet, waar ik er zelf misschien wel een van ben geworden. Vandaar dat ik ook veel in Amerika coaching heb genomen. Okay. Waar hogere prijzen zitten dan de gemiddelde 1000 euro. Dus dan moet je wel denken aan 10.000 tot 15.000 voor coaching afnemen bij iemand. Mm-hmm. Wat best wel een fors bedrag is als dingen misschien nog niet lopen. Dus vandaar dat ik echt daar ben begonnen. Omdat ik dacht van Amerika is wel het grootste land. In ieder geval zeker toen die tijd. En qua marketing liepen ze voor en allerlei dingen. Dus ik dacht van ik moet gewoon van de beste leren. En dan heb ik daar geleerd. En dan kan ik het zelf ook toepassen in Nederland en België. Wat niet veel mensen doen. Ja. Want in Nederland en België doet iedereen elkaar maar lekker na. Van je kopieert een plak van de concurrent. Maar er zijn veel meer mogelijkheden in dropshipping. Om naast een trucje wat veel dropshippers willen leren. En wat ik jou ook zeker ook kan leren. Is het ook belangrijk om een lange termijn online marketing skill op te bouwen. Dus stel je voor, jij wordt bij mijn klant Marco. En je vindt helemaal niks. Dat kan natuurlijk, hè. Dat je het af hebt genomen en je denkt, ik maak wel wat sales en het gaat leuk. Maar ik ga het niet mee door. Maar misschien denk je van, ik vind dat stukje ads draaien, dat vind ik super leuk. Dan ga ik misschien een marketing agency starten. Of ik vind een stukje design van de website super leuk. Dan ga ik misschien websites verkopen. Of je denkt van, ik vind het super leuk om consultancy te doen voor mensen, voor beginners of wat dan ook. Dus daar zitten heel veel kansen in van, maak je het niet met dropshipping of verkopen op Bol of e-commerce. Het is gewoon een stap richting online marketing waar je, als het goed is, als je er niet mee ophoudt, iets aan hebt voor de rest van je ondernemerscarrière. Ja, wat fijn. Ik merk dat bij mijn klanten als ze ontdekken dat shit video's maken voor hun bedrijf, als ze dat niet super leuk vinden, dan kan je het heel minimaal doen, want anders groeit je online merk niet. Dus dat is zonde. Dus wat je ook gaat doen, het zal altijd een belangrijk onderdeel zijn in je online business profiel op een social media, zoals bijvoorbeeld Instagram. Maar wat jij zegt, het kan ook zijn dat iemand denkt, ik wil een ander adviseren, of ik wil een ander gaan begeleiden, of ik wil met wat ik heb geleerd, wat ik niet wil, en dat kan zijn dropshippen, dat kan zijn videocontent adviseur. Ja. Ik vind sport belangrijk, ik ga mensen online begeleiden. Maar daarvoor zal ik ook moeten kunnen adverteren. En dat heb ik geleerd bij dropshippen. Of ik heb geleerd hoe ik in ieder geval video kan inspreken. Ja, dat zijn hele andere businessmodellen, agencies of consulting of coaching of hoe je het wat wil noemen. Waar ik dan aan zit te denken, wat we hier ook doen, we zetten natuurlijk ons gezicht erop. En ik heb in het begin heel erg getwijfeld om dat te doen. En ik weet dat heel veel klanten van mij willen ook gewoon liever anoniem online blijven en naam doorgestreept of geen podcast of geen klantinterview. Want ze houden niet van dat online gedeelte. En daar zijn ook heel veel ondernemers van. En met een e-commerce model of een webshop. Je kan een hele mooie webshop hebben. Ik heb een vriend met wie ik volgende maand samenwoon. Die draait gewoon 1 miljoen per jaar met zijn kledingwebshop. Dat is niet allemaal winst, dat weten we ook allemaal wel. Maar hij neemt geen video's op van hoe wij het doen voor, zeg maar. Niet dat dat erg is dat je die video's opneemt. Mm-hmm. Maar het is misschien ook niet voor iedereen weggelegd om
net zoals dat dropshipping niet voor iedereen is. Mm. En verkopen op Bol niet voor iedereen is. Dus misschien coaching of consultancy of video's opnemen op het internet ook niet voor iedereen weggelegd. Ja, dus zo kan je je weg erin vinden. Ja. Ja, inderdaad. Oké, dus zelfs zonder gezicht dropshippen. Ja, dat is denk ik het grote voordeel. En je kan het heel snel opschalen. Wat je ziet bijvoorbeeld bij coaching en consulting, je ziet heel veel goeroes opkomen, omdat het relatief makkelijk is om klanten te binnenhalen op ja, het stukje Rolex, Lamborghini laten zien, lifestyle laten zien. Maar er zijn maar heel weinig goeroes in mijn space, in misschien jouw space ook wel, die jaar op jaar kunnen groeien met hun consulting of coaching of agency business. Mm. Omdat het een lastiger businessmodel is om te schalen dan een dropshipping. Want ja, of een e-commerce of een Bol. Zeg maar, als jij €100 advertentiebudget hebt staan en je hebt €400, ja, iedere simpele idioot kan zeggen van, hé, ja, het gaat wel lekker, ik pomp het advertentiebudget omhoog. En dan gaat de omzet hoogstwaarschijnlijk, als alle variabelen consistent blijven, ook omhoog. En in coaching of consultancy werkt dat niet zo. Dus vandaar dat ik dat echt een heel goed opstartmodel vind. Dropshipping of verkoop op Bol richting ondernemen. Ik wil niet zeggen dat je dat de rest van je leven gaat doen, dropshipping. Hoogstwaarschijnlijk niet. En verkoop op Bol, dat ga ik waarschijnlijk ook niet tot mijn 70ste doen. Maar het is wel een opstapmodel waar je heel veel dingen leert, waar je de rest van je ondernemerscarrière ook nog iets aan kan hebben. Mijn ouders waren wel sceptisch over dat online ondernemen, omdat ze het niet kenden. Maar ik merk nu wat jij zegt, bijvoorbeeld voor mensen die bij jou komen dropshippen. De een beseft, oh, ik ga er wel iets mee doen. De ander beseft, oh, ik niet. Maar dan heb ik in ieder geval skills van het onderzoeken van producten of skills van het online netwerken of skills van het advertenties plaatsen die je toch weer kan meenemen. En zo als ik terugkijk naar mijn hbo-studie, ik heb international business gedaan. Nou, ik leerde daar enigszins in teams werken. Ik leerde daar enigszins ook alleen werken. En boven dat alles wist ik een vak te halen, een prima cijfer ervoor, waar ik niet eens passie voor had. En door dat besefmoment dacht ik, wat als ik middels online ondernemen, wat al een tijd booming is en nu een beetje verzadigd raakt, waar nog iedereen wel zijn markt kan pakken, wat als ik wel mijn passie vind? Dus toen ik fulltime werkte, was dat voor mij mijn zoektocht. Ja. En had ik wel als antwoord, als ik die vind, mijn passie, en ik kon mijn vak op school halen waar ik geen passie voor had, dan ga ik wel harder daarin. Ja. Ja, dat is een hele goeie. En het is ook keuzes maken natuurlijk. Je kan zelf bepalen hoe je jouw onderneming inricht. Hoeveel tijd je erin steekt. Hoeveel kosten je terug investeert. Je hebt eigenlijk de vrijheid om die keuzes te maken. En het is niet dat banen slecht zijn of iets in die richting. Maar je hebt daar gewoon een stuk minder keuze in de traditionele 9-tot-5 kantoorbaan. Waarin je elke dag richting Rotterdam of Amsterdam in de file moet staan. En dezelfde auto's voorbij ziet komen die ook richting hun kantoorbanen gaan. En waardoor je dus en opraakt, omdat je alleen maar aan het werk bent of met collega's bent. Ja, het kan ook zijn dat je die collega's niet mag natuurlijk. Dat kan natuurlijk, dat je daar niet op hetzelfde level mee zit. Mm. Dat heb ik ook wel eens gehad. En je wordt echt een beetje gecontroleerd. En ik zeg helemaal niet dat daar iets mis mee is. Maar als je meer keuzes wil in je leven en meer vrijheid, dan is ondernemen wellicht wel iets voor jou. En dat hoeft helemaal niet te zijn dat jij 1 miljoen per maand gaat verdienen, et cetera. Mm. Het is ook voor sommige mensen gewoon oké als ze gewoon 2.000-3.000 euro verdienen als ondernemer. En hun vinden dat helemaal prima. En ze hebben tijd met hun gezin. En ze waarderen dat. En ze vinden dat soort dingen ook belangrijk. Dus het is ook een beetje die combinatie van, hey, wat wil jij nou? Het is eigenlijk de keuze die je er zelf in kan gaan maken. Ja. Ja, vooral wat je zegt over collega's. Ik had het laatst met Anastasia erover. Want we zijn beide ondernemers thuis. En zij doet dan visagie vaak voor mijn klanten. Ja. En dat verwerken we dan ook in de prijs bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar ze heeft ook dat ze soms zelf visagie doet en dan ook fotovideografie erbij. En dan zei ze op een maandag of dinsdag had ze klanten, oh, ik heb niet echt veel zin. Toen zei ze, wacht eens even, best wel verwend. Want je kan je tijd zelf indelen als ondernemer. En we hebben geen zin in de personen die vandaag komen, die helpen aan jouw inkomen. Dus elke klant is eigenlijk zo waardevol. Weet je, want ze betalen letterlijk voor je brood. Ja, zeker. Maar dat besefmoment van we hoeven niet met collega's om te gaan die we niet mogen. 40 uur in de week, voor een aantal jaren lang. En ik zie ook soms auto's als ik hier wandel op de snelweg. Van boven kan ik daar naar kijken. Ja. En dan besef ik ook elke keer, oh ja, niet vergeten Marco, je weet waar je vandaan komt. Ja. En waar je nu staat, dat je zelfstandig die keuzes aan het maken bent. En hier heb je voor gekozen, daar ben je toch blij mee? Ja, je kan zelf alles bepalen. Dus dat is super mooi hoe jij het hebt ingericht. Ja. Je hebt zelf die keuze gemaakt van, hey, vaak is het dus, waar we het dus over hebben, of dropshipping is, of consultancy, of welke business ook start.
je start voor een bepaalde reden vaak, je ondernemerscarrière. En vaak is dat dus, ik wil geen 9 tot 5 punt. Wat is dan het alternatief? Hoogstwaarschijnlijk ondernemen. Ja. Dat is hoogstwaarschijnlijk niet 500 euro in de S&P 500 stoppen en dan over 50 jaar kan je daar lekker van genieten, terwijl inflatie ook opvreet, of welke investering dan ook. Het alternatief is vaak 9 tot 5, ZZP of ondernemen om je eigen keuzes te kunnen maken. Ja. En dat is wat veel mensen dus ook willen. En er is maar een heel klein percentage die dat ook lukt. Omdat mensen niet bereid zijn dingen ervoor op te offeren. Of niet graag genoeg iets willen. Dus wij zijn eigenlijk bij een klein percentage die hier een fulltime inkomen uit kunnen halen. Ja. We hebben het best wel in-depth gehad over dropshippen. Jouw verhaal daarin. Ik wil nu ook het hebben over het thema vastzitten in Rusland. Ja. Hoe is dat gebeurd? Ja, zeker. Ja. Ik ging eigenlijk elk jaar naar Rusland richting familie. Ik spreek ook vloeiend Russisch nog steeds, ook met mijn moeder. En we gingen daar eigenlijk elk jaar heen. En toen was volgens mij coronaperiode 2021. Toen had je nog die bullshitregels van dat je 7 dagen in een land moest zijn en dan mag je er pas uit. En Wit-Rusland was eigenlijk best wel mild in coronaregels. Want in Nederland deden we alsof we allemaal, alsof we er nu allemaal niet meer zouden zijn, een paar jaar geleden, zeg maar. Alsof de wereld verging. En eigenlijk Wit-Rusland en Zweden waren daar best wel mild in. Toen ik daar in Wit-Rusland was, toen waren alle restaurants nog open, et cetera. En we gingen daar gewoon heen voor een bruiloft ook die tijd. Gewoon met 100 mensen of zoiets. En dan kon je niet voorstellen dat je met 100 mensen toen buiten bij elkaar kon zijn in Nederland. Want dan mocht je volgens mij nog niet eens mocht ik niet eens bij jou op visite komen, bij wijze van. Omdat ik niet van jouw familie ben of zoiets. Ja. Dan had je van die rare dingen. Dan had je volgens mij nog avondklokken ook destijds. Dus ik ging daar eigenlijk een paar dagen heen. Ik dacht van oké, ik moet hier even een paar dagen heen. Want ik had een bolbusiness en het was Q4 en het was helemaal booming en het liep echt supergoed. Dus ik dacht van ja, ik moet gewoon niet te lang daar zijn. Mijn familie is wel belangrijk. Die bruiloft die is maar één keer, weet je. Ik moet daar gewoon even heen. Nou, ik dus naar die bruiloft geweest en iedereen gezien. Superleuk. En toen dacht ik, ja, ik moet weer terug. Dus toen ging ik terug richting Litouwen. Want je kon toen al niet meer direct vliegen vanuit Minsk naar Nederland destijds in Wit-Rusland. Dus ik kom daar bij die grens en en ik sta daar gewoon 2 uur te wachten. En het is wel eens normaal dat het lang duurt, omdat je hebt niet net als de Europese Unie. Dus ja, ik wacht. Ik denk, ja, kom wel goed. En op een gegeven moment duurde het wel heel erg lang bij mij. En toen zei hij, ja, kom maar even mee naar een kamertje. En ik zeg, ja, dan gaan we maar even naar een kamertje. Ja, met zo'n celdeur, weet je wel. En ging daar even zitten. En hij zei helemaal niks, die man. Hij zat gewoon op zijn computertje allemaal rare dingen te kijken. Ik zeg, wat is er allemaal aan de hand? En op een gegeven moment het duurde maar. Hij zegt van ja, je mag er niet doorheen. Ik zeg, ik heb een vliegticket. Ik moet vanavond vliegen of morgen. Of volgens mij morgenochtend vliegen. Ik zeg, nee, dat gaat niet worden. Je kan niet weg. Ik zeg, wat is dan de reden dat ik er niet uit mag? Nee, dat kan ik je niet vertellen. Ze dacht van ja, is het door coronaregels? Of wat? Nee, dat zeg ik niet. Misschien wilde die niet vertellen of hij kon het niet vertellen. Dus ik bel naar mijn moeder van, ik kom er niet uit. Dus mijn moeder een beetje bellen naar vriendinnen, et cetera. Wat zou er aan de hand kunnen zijn? En ik was gestopt met studie en gestopt met werk. Ik was ondernemer. En ik was 21, denk ik. En ik was dienstplichtig. Toen dachten ze, ja, dat zal het wel eens kunnen zijn. Nou, toen kwam ik terug. Een uur of twee s'nachts in Minsk. In het appartement van mijn moeders vriendin. Toen hebben we nog even wat dingen besproken. En toen dacht ik van, ja, hoe gaan we hier nou uitkomen? Toen zeiden ze, ja, dan gaan we naar Moskou. Want Moskou is niet Wit-Rusland. Dat was de gedachte. Omdat Wit-Rusland en Rusland zijn twee aparte landen. Dus dan gaan we naar Moskou. En dan ga je vanuit Moskou ga je gewoon vliegen. En dan vlieg je gewoon lekker richting Nederland. En dan ben je van al het gezeik af. Of het nou corona of militaire dienst is. Maar ja, hoe kom je dan de grens over? Dus hadden we via iemand geregeld. We kenden wel mensen. En dan ging je in busjes. Er waren 3 busjes. En dan ging je vanuit Minsk richting Moskou. Dat is best wel een stuk. Ik denk dat dat ongeveer 8 of 9 uur rijden is. Ja. Door ook slechte wegen. Niet alleen snelwegen, want je moet op een rare plek de grens over. Waar normaal gesproken grenscontrole is. De Wit-Russische en Russische grens is iets minder bewaakt. Mm-hmm. Dus ik zat daar met niet hele vrolijke figuren. Moordenaars, verkrachters en allerlei mensen die de grens over moeten. Omdat ze een bepaalde reden hebben om de grens over te gaan. Er zaten ook een paar normale mensen bij. Maar er zaten ook mensen bij die in de criminele sector van de maatschappij zou je ze kunnen beschouwen. Mm-hmm. Dus ik zei niet veel. Ik dacht, ja, ik kan me beter gewoon mijn mond houden. Dus ik zat daar een beetje en ik denk, ja, ik had een ticket van Moskou naar Nederland. Het was allemaal 's nachts en ik was allemaal helemaal moe, weet je wel. En dan kom ik weer aan bij het vliegtuig. Ik denk, nou, dat is goed. Ik denk,
ik ga even slapen, want ik heb niet geslapen. Mm-hmm. En mijn vliegtuig is pas morgenochtend. Dus ik denk, ik ga even bij het vliegtuig slapen. Dus ik kom naar die mevrouw. Dus ik zeg in het Russisch, heb je nog plek? Zei, nee, alle bedden vol. Ik denk, godverdomme. Dus ik denk, ja, dan ga ik maar gewoon alvast inchecken bij de douane. Ik heb toch niks te doen. Dus ik naar die douane en ik kom er niet doorheen. Dan zei een mannetje, ja, kom maar even mee. Ik zeg, ja, waarom kom ik er niet doorheen? Ja, vanwege militaire dienst. Jij staat in het systeem met jouw Wit-Russische paspoort. Maar ik zeg, ik heb een Nederlands paspoort, vriend. In het Russisch zeg ik tegen hem. Ik ben Nederlander. Hij zegt, nee, je bent Wit-Russisch. Want je hebt een Wit-Russisch paspoort. En daar kom je gewoon niet onderuit. Niet met de Nederlandse ambassade, niet met Wit-Russisch. Omdat je een dubbele nationaliteit hebt. En je bent in Rusland, dus je bent een Wit-Rus, blijkbaar. Of een Rus, of hoe hij het ook wilde zien. Dus ik denk van, ja, ik kom er niet uit. En ik ben hier in een miljoenenstad, Moskou. Ik ken hier helemaal niemand. Ik denk, nou, dat wordt lachen. Dus ik denk, ja, ik ga maar terug naar Minsk. Dus ik loop nou, helemaal boos natuurlijk en teleurgesteld het vliegtuig uit om 6 uur, 7 uur 's ochtends. Staat daar een man van 2 meter. Hij zegt van, taxi, taxi. Ik zeg, ja, prima. Nou, een zwart autootje, geen officiële taxi. Ik denk, ja, prima. Ik spreek wel Russisch, ik lul me er wel onderuit. Dus ik zeg, waar moet je heen? Ik zeg, ja, doen we naar het treinstation. Dus wij naar het treinstation en je hebt van die bepaalde, in Nederland kan je dat niet voorstellen, maar bepaalde tolwegen, zeg maar, heb je in Spanje ook wel, dan moet je wat geld betalen en dan kan je er doorheen. Nou, wat deze vent gewoon deed, we kwamen 1 of 2 tolwegen tegen, ging gewoon achter een auto staan en dan plankgas wanneer dat die slagboom omlaag gaat. Dus die slagboom kwam al een keer tegen de auto aan en ik denk, nou, ik zeg tegen die man van, hey, kan je me niet helpen het land uit te vluchten of zo? Ik zeg, ja, we kunnen wel naar Finland gaan of et cetera. Ik zeg, wat gaat het me dan kosten? Hij zegt gewoon bijna 10.000 euro. Ik zeg, ja, laat het dan maar even niet doen. Dus ik kom bij het treinstation aan. En ik denk, ja, even betalen. Ik kreeg ook een flesje water. Was best een oké auto, volgens mij Lexus of zo. Redelijk luxe taxi. Hij zegt iets in roebels. En ik denk, godverdomme, dat is wel vrij veel. Want ik moest even omrekenen, weet je wel. En ik leg mijn kaarten zo op. Hij zegt gewoon, saldo geweigerd. Dus ik zeg, ik heb geen internet, dus ik kan geen... Ik kan niet betalen. Dat bleek 300 euro te zijn. Dat vond ik wel een beetje veel voor 30 minuten autoritje. Mm. Maar ik denk, ja, deze man is 2 meter en hij beukt me zo meteen helemaal een touwtyfus in als ik niet betaal. Mm-hmm. Dus ik denk, ja, prima, die 300 euro kan ik wel missen. Liever niet natuurlijk. Liever had ik voor 30 euro een taxi genomen, maar het is wat het is. Dus ik sta op het station en ik snap er helemaal gereed van. Het is een supergroot station en je hebt 100.000 treinen, et cetera. Ik denk, ja, dit gaat hem ook niet worden. Ik kan wel meer, want ik was daar om 8 uur 's ochtends en om 4 uur ging er pas een trein naar Minsk. Ik denk, ja... Dan gaat het lang duren, dan ga ik daar weer helemaal... Ik had ook niet geslapen, weet je wel, ik ben helemaal uitgehongerd. Dus ik bel mijn moeder weer en die belt weer wat mensen op. Want ze had wel wat vriendinnen in Moskou. Toevallig werkte ze toen voor een Russisch bedrijf. En was de eigenaresse, die was ook in Moskou voor bepaalde zaken. Dus ik daar naartoe. Nou, ik zei, hey, nou, leuk je weer te zien. Kom er niet uit, kunnen we wat regelen. Toen had ze even via hebben gebeld. Nou, ik kwam bij een vriendin van mijn moeder uit. Daar ging ik dan even... Ja, buiten de stad. Dus die hadden een huis buiten de stad. Een hele aardige vrouw. Die had ook een zoon van mijn leeftijd. Ja, die hadden echt knaken. Die hebben echt geld. Dus ik denk, ja, kom daar. Nou, sauna, zwembad. Ik denk, dat is allemaal prima. Ik had een laptopje bij. Een beetje op bol.com. Mijn orders komen wel binnen. Ik denk, het is even goed zo. Een weekend, een paar dagen. Maar ik denk, ja, op een gegeven moment kan ik niet de rest van mijn leven blijven, zeg maar. Ja. Er waren ook schoonmaakers. Dat was echt een luxe oord en beveiliging en... Ja, echt wel de bovenkant van de maatschappij van mensen die net buiten Moskou uit de stad wonen. Dus ik dacht, ja, ik kan ook niet heel de tijd hier blijven, want ja, wat moet ik nou? Ik kan hier niet de rest van mijn leven wonen, zeg maar. Dus ze zei, ja, ik heb wel een zoon in Moskou, ga maar naar die zoon in Moskou. Dus ik daarheen, ook best wel een luxe appartement in Moskou, gewoon ja, een goed flat appartement gebouwd. Dus ik daar een beetje wonen en ik denk van, ja, wat moet ik nou doen? Nou, ik ging een beetje Moskou ontdekken ook in het begin. Ik denk, ja, ik ben hier nou toch. Het is een mooie stad. Ik was er nog heel lang geleden was ik geweest. Ik dacht dat ik er wel 10 jaar niet geweest ben. Omdat we vaak alleen maar in Minsk zitten. Ik denk, ja, ik neem het ervan. Ging naar het Rode Plein en ging ik even Lenin bekijken. Hoe die daar als mummie lag, et cetera. Allemaal mooie dingen in mijn eentje bekijken. Ik dacht, vond het wel leuk. En ja, ik dacht, ja, hier zijn zoveel mooie vrouwen. Daar maak ik ook gewoon even gebruik van, zeg maar. Dus ja, ik open even een dating app, heel simpel gezegd. En ja, de een naar de andere... Die was match. Dus ik dacht, ja, dat is mooi meegenomen. Dus ik ging denken, ja, s'avonds verveel je toch? Dus ging ik af en toe met de vrouw wat leuks doen. Of ja, dan dacht ik, na een paar dagen dacht ik, ja, is dit nou mijn leven, zeg maar? Een beetje de stad ontdekken, een beetje behoorders en een beetje met de vrouw. Dus ik dacht, ik moet toch wel even een plan maken om hieruit te komen. Dus ik naar, hoe heet dat? Ambassade van Nederland. Die was er destijds nog. Dat was nog voor, net
denk een half jaar voor de oorlog in de, met Rusland en Oekraïne uitbrak. Dus toen waren er al wel wat spanningen, maar nog niet dat ik dacht van dat er iets gaat gebeuren. Ik kon me niet voorstellen dat die oorlog later zou uitbreken. Dus ik naar die ambassade toe en die man, het duurde allemaal lang. En ik zei van, gozer, kan je me niet helpen of zo? Nou, hij probeerde wat te helpen, et cetera. En mijn Nederlands paspoort was toen ook nog verlopen. In die tijd dat ik daar zat. Ik dacht, ja, ik blijf maar een week en over 3 weken was die verlopen. Maar ik was inmiddels al wat verder. De paspoort verloopt, ik denk teringzooi. Mijn Nederlands paspoort, dacht ik, dat is mijn kracht. Want dan ben ik Nederlands. Nou, toen moesten ze een Nederlands paspoort in Nederland laten maken. Zit ook weer kosten aangebonden. Nou, is allemaal prima. 300-400 euro. En dan moest hij vanuit Nederland naar Wit-Rusland, naar Moskou komen. Dat duurde natuurlijk even met de vrachtwagen, et cetera. Dus hij was er uiteindelijk gekomen. Ik denk, ja, we gaan nog een keer. Ik denk, nu ga ik nog een keer vliegen. Maar nu laat ik alleen mijn Nederlandse paspoort zien. Want ik liet eerst mijn Wit-Russische paspoort zien. Ik dacht dat het voordeel zou kunnen zijn. Ik denk dat ze voordeel zien. Paul van Sprundel, die zal vast niet in het Nederlandse systeem staan. Toen stond ik weer in het systeem. Toen was ik weer die vliegticket kwijt. Weer 300 euro. Dus ik was wel ongeveer bijna 1500 of 1000 euro aan tickets verder. En ik dacht, ja, dit moet niet langer zo doorgaan. Want dat gaat het niet worden. Dus ik bel mijn oom. En die zei van, die had veel ervaring in militaire dienst, et cetera. Ik zeg, wat moeten we nou doen? Nou, ik zeg, ja, ik ben even in zaken in Moskou. Laten we even het een en ander bespreken. Dus ik had hem ontmoet. Hij werkte ook af en toe in Moskou en andere delen van Rusland. En hij zei van, ja, laten we maar teruggaan naar Minsk. Ik moet nu voor werk, dus ik kan hem niet meenemen. Ook via de grens gaat het moeilijk. Ga maar met de nachttrein van het treinstation waar je laatst was. Ga je naar Minsk en dan gaan we het regelen. Nou, ik denk, ja, toch even een paar dagen was ik nog even regelen. Weet je wel, wanneer die tickets en hoe we gaan. Dus ik denk van, hey, ik ga weer terug naar Minsk. Nou, dat is best wel een flink ritje ook weer met de trein richting Minsk. En dan maak je veel tussenstops. En zat ik daar alleen maar met de oude vrouwen in zo'n kamertje. Dus hier zo'n bed, hier boven een bed, hier een bed, hier een bed. Ja, je doet geen oog dicht. Vanwege ook de stress. Ik was in 3 weken was ik wel 7 kilo kwijt. Ik sportte wel buiten. Je had daar al een buitengym. Dus daar ging ik wel toe en ik bewoog veel. Maar van de stress viel je gewoon zoveel af. Dus ik dacht van, ja, er moet toch wel even iets veranderen. Dus ik kom op het station in Minsk aan, dat is wel bekend. Dus ik bel mijn oom en hij komt me halen en ik ga bij hem even wonen. Ik zei, wat gaan we doen? Hij zegt, we gaan een advocaat inschakelen die hier wat meer kennis en ervaring in heeft. En dan moet je naar de commandant of de generaal of een plek waar militaire zaken gebeuren. Ik zeg, ja, is prima, dan doen we dat wel. Dus ik kom daar een beetje aan en ik zeg, en toen had ik me terug ingeschreven voor een studie. Dat was ons punt. Ik was gestopt met studeren, want verkopen op mijn bol en dropshipping ging wel. Ik dacht, mijn mannetje gaat wel lekker, dus ik hoef niet meer. Ik verdiende meer dan een docent misschien wel die tijd. Of in ieder geval, dat dacht ik misschien. Maar in ieder geval, ik dacht, dan schrijf je in voor een studie, want dan ben je niet dienstplichtig. Want ik was daarvoor, als je studeert, dan kom je los van de studie. Dan hoef je niet per se, want je bent aan het studeren, dus je hoeft niet per se in militaire dienst. Dus hadden we ons snel een of andere psychologie studie gedaan. Nou, moest je natuurlijk ook weer voor betalen, ja, helemaal prima. Nou, daar hebben we daarvoor betaald. Dat kostte ook een paar duizend euro natuurlijk studeren. Dus ik dacht van, hey, dan gaan we daarheen, gaan we het laten zien. Hadden we allemaal papierwerk, allemaal dingen geregeld. Nou, toen ging er weer wat tijd overheen, weer een week. Toen zat ik daar een beetje in Minsk met familie. Het was op zich wel gezellig, maar ik dacht, ja, ik ben nu al 5 weken verder. Mag wel een keer, naar huis, zeg maar. Dus toen ging ik weer terug en toen zeiden ze, ja, we gaan, het is prima. We kunnen eventueel, je kan eventueel weer terug, maar je moet wel een militaire test afleggen. Ik zeg, ja, prima, doe maar een testje, weet je wel. Ik denk, ja, ik had best wel vroeger vanuit mezelf best wel veel longklachten, ook toen ik heel klein was. Ik denk, ja, misschien word ik dan afgekeurd op bepaalde dingen, of ik doe gewoon alsof ik er gewoon helemaal geen zak van kan. En ik dacht, bij een oogtest, dacht ik, ja, ik zie niks. Dat was een 0 of zo. Zeg je, is een C of zo, weet je wel. Dan zei ik, expres verkeerd. En dan hard en zo, en dan voel je je kloppingen. Ja, het doet pijn, weet je wel. Een beetje dat soort dingen. Nou, wel 10 dokters op een dag gezien en verschillende tests gedaan. Niet hardlopen of iets, maar gewoon gezondheidstest. Van, hey, werkt je knie, werkt je ogen, werkt je oren, et cetera. Gezondheidstest. Dat was allemaal goed. Ik was in topvorm, ik was in topconditie. Dus ik kon goed het leger in, was het antwoord. Ik denk, ja, dat gaan we toch niet doen. Dus toen hebben we uiteindelijk met die advocaat, heeft het dus geregeld. Via de rechtszaak om mij vrij te spreken, omdat ik moest studeren. En toen, toen moest ik weer naar Litouwen om naar Nederland te gaan. Dus iedereen familie weer even gezien. Iedereen was natuurlijk ook heel erg gestrest die tijd. Want het is gewoon een heel vaag land en er kunnen rare dingen gebeuren. En die gebeuren er nu ook. Die gebeurden er toen ook al. Dus toen ging ik weer naar Litouwen, naar de grens. En ik denk, godverdomme, duurt weer zo lang. Ik moet 2 uur op de grens staan. Dat is wel normaal dat je langere tijd, want ze doen alles controleren en allemaal onzin. En je moet 100 formulieren invullen dat je X, Y, Z bent.
Dus ik denk, yes, ik ben eindelijk overheen. En dan ging ik met de bus. Ik sta over die bus. En dan sta ik op de Litouwse grens. Stonden we daar weer 3 uur vast. Ik denk, godverdomme, kan het dan niet gebeuren dat ik nu in de Europese Unie ben. En dat ze me alsnog iets kunnen maken. Nou, gelukkig was dat niet zo. Dus ik naar Litouwen, Vilnius, gelijk met de bus, gelijk richting airport, vliegtuig gepakt. En toen was ik weer in Nederland. En dat was eigenlijk mijn 5 weken avontuur, wat me niet alleen 10.000 euro heeft gekost waarschijnlijk, en mijn ouders ook wat geld. Want ja, ik was te eigenwijs om een Russische simkaart te halen, dus al dat bellen, dat liep ook hoog op in de rekening uiteindelijk. Dat was achteraf niet zo slim, maar het heeft gewoon wel wat geld gekost. Dat was niet het ergste, want ja, het geld verdiende ik wel terug, dacht ik. Er kwam ook wel wat binnen. Er kwam geen 10.000 euro per dag binnen en ook geen per maand aan winst, maar ik denk, bol gaat wel lekker, kom wel goed. Dus ik was uiteindelijk terug en ik dacht van ja, ik moet toch maar weer aan de bak. Dus toen ging ik maar weer werken en heb ik het een beetje achter me gelaten en het leven weer opgepakt. En toen ben ik eigenlijk nog harder gegaan qua ondernemen. Omdat ik echt, niet het gevoel had dat ik vermoord zou worden of dood zou gaan. Zo'n heftige ervaring was het niet. Maar ik had wel het gevoel van, ja, alles kan me zomaar afgepakt worden van de een op de andere dag. Kan op de een of andere dag, kan ik 1,5 jaar in dienstplicht zitten of 1,5 jaar in de bak. Dat waren serieuze eisen die hun stelden. Dus of je gaat 1,5 jaar in dienst of 1,5 jaar de bak. Nou, ik zou nog bijna liever de bak kiezen, bij wijze van. Het is allebei niet pretje, maar liever allebei niet natuurlijk. Dus ik had wel het besef in mijn hoofd van, ja, het kan gewoon nu voorbij zijn, weet je wel. En je zit daar, je zit een beetje bol lekker orders te pakken en af en toe een beetje te dropshippen. Maar je moet toch wel even wat, je moet ook wel wat achterlaten voor je familie. Zo had ik dan die gedachte. En ik moet er alles aan doen, want mijn ouders hebben er ook alles aan gedaan. Opa en oma hebben er alles aan gedaan. Ik ben een nieuwe generatie. Ik denk, moet ik harder gaan knallen. En toen heb ik gewoon zo hard geknald dat ik richting eind 2021 bijna wel richting burn-out ben gegaan. Echt 80 uur per week knallen, gewoon helemaal kapot maken. Van echt van 8 tot 9 werken iedere dag en dan ook nog gymmen. Dat sowieso 5 dagen in de week. Zaterdag nog wel even voetballen, dat deed ik dan wel. Dat was mijn paar uur vrij, zeg maar. Dat je eigen gevangenis gemaakt. Ja, ik had daarna een eigen gevangenis gemaakt. En toen dacht ik van ja, ik heb nu al het geld, weet je wel. Maar ik zit hier een beetje in Nederland. Zonder like-minded ondernemers. Mijn vrienden zitten allemaal in de Matrix. Ja, Matrix, die zitten in een baan. En ik had minder affiniteit met hun. Hun vonden drinken veel leuker en feesten veel leuker en studeren veel leuker. En allerlei dingen die voor mij gewoon zo boring en shit waren. Dus ik dacht van ja, ik moet toch wel wat anders doen. Dus toen dacht ik van als niemand met mij op vakantie gaat, ga ik wel alleen op vakantie. Dus ik had voor mijn moeder een ticket geboekt. En voor mezelf. Ik dacht, we gaan eerst samen. Dat is wel leuk, weet je wel. Richting eind van het jaar. Tussen kerst en oud en nieuw gebeurt nooit iets zakelijk. Gebeurt wel wat, maar heel de wereld slaapt vaak. Ik denk, ik ga daarheen. Dus ik had geboekt. Een paar duizend euro. En toen was mijn moeder weer, ik denk mood swings of ik weet niet wat ze had. Maar in ieder geval, ze wilde niet meer mee. Ik zeg, ja, ik heb wel betaald, weet je. Dus annuleer maar. Dus toen had ik het geannuleerd. En dat is uiteindelijk wel goed gekomen achteraf met de kosten. Toen ben ik daar gewoon even 7 dagen gaan zitten en een beetje gaan nadenken. Van, wat is er afgelopen jaar gebeurd? Wat wil ik volgend jaar? En dat was wel het moment voor mij dat ik dacht van, er is meer mogelijk dan alleen maar in halsteren en bol verkopen en dropship op de zolderkamer of lekker geld verdienen. Toen dacht ik, ik ga gewoon een beetje lekker reizen. Toen ben ik gaan reizen en mensen gaan ontmoeten in de dropshipping space, in de bol.com space, in de online business wereld. En zo ben ik eigenlijk, is het verhaal gegaan van vastzitten tot echt succesvolle fulltime ondernemer. Ik was daarvoor succesvol, of hoe je het ook wil benoemen, maar ik voelde mij als persoon niet voldaan, omdat ik niet in de juiste kringen zat, niet de juiste mensen kende, niet op de plekken was geweest waar ik wilde zijn, van Halsteren en Berg op Zoom en Nederland in het algemeen niet zo, dat ik dacht van wil ik hier de rest van mijn leven zitten, dan had ik al vrij snel door. Dus vanaf dat moment is het eigenlijk 2022, is het echt voor mij helemaal de wereld geopend, zeg maar. Ja, intens. Ja. En heb je nog van het vastzitten in het land Rusland, in het land Wit-Rusland, later nog besef gekregen van zo, dat heeft dit met mij gedaan? Nog meer? Ja, je leeft natuurlijk echt heel erg in een moment, in een rollercoaster en een film. En je ziet de raarste mensen en er gebeuren de raarste dingen onderweg. Op dat moment had ik nog niet zo door wat er echt aan de hand was. Ik wist wel dat het niet goed was, maar ik dacht, ik was wel positief gestemd van alles komt wel goed. Maar het had achteraf heel anders kunnen aflopen.
dat ook in anderhalf jaar dienstplicht of anderhalf jaar in Oekraïne achteraf kunnen lopen. Mm-hmm. Dus het heeft qua mindset wel veel voor me betekend dat dat echt een grote tegenslag is. En nu deel ik dat ook online. Ik heb het een paar jaar, het is nu 3 jaar geleden, niet gedeeld expres online. Mm-hmm. Ook omdat ik misschien een beetje bang was voor eventueel Rusland als ze zoiets zouden opmerken. Maar ja, ik kom er voorlopig toch even niet. En als ze hier wat willen doen, dan zullen ze dat altijd doen. Nu ben ik nog steeds opgeroepen voor militaire dienst. Mm-hmm. Nog steeds. En mijn paspoort is verlopen en dat is die al een paar jaar. En de enige manier voor mij om dat paspoort te verlengen is door naar Wit-Rusland te gaan. Dat ga ik natuurlijk niet doen, want dan kom ik natuurlijk weer in hetzelfde verhaal. In hetzelfde rollercoaster verhaal van de dienstplicht, et cetera. Dus het is gewoon een heel vaag land. En voor mij is dat wel wat lessen uitgehaald. Positieve dingen en mindere dingen, maar ik kijk vooral naar het positieve. Mooi. We hebben het gehad over het vastzitten in Rusland en Wit-Rusland. En we hebben het gehad over je klanten. Ja, zeker. Hoe zij dropship ervaren en een beetje online ondernemen. Van welke vaardigheden je er toch uithaalt, zodat je in ieder geval een online inkomen kan verdienen hoe het bij jou past. En ook natuurlijk hoe jij begon. Ja. Jij gaat over anderhalf week naar Thailand. Ja, eerste keer Thailand, dus ik ben wel benieuwd. Ja, ik heb heel veel. Nou, ik wil helemaal niet zeggen dat ik heel veel landen heb bezocht, maar ik heb nu 24 landen bezocht in totaal. Dus op zich 1 land per jaar. En als ik 100 word, dan zou ik misschien 100 landen bezocht hebben als je het zo bekijkt. Ik heb ik heb in Europa wat landen bezocht, zeg maar, als het Portugal, Spanje, Griekenland, Turkije, Oostenrijk. Weet je wel, al deze landen die redelijk dichtbij zijn en redelijk Europees zijn. Mm-hmm. Marbella was voor mij de eerste plek waar ik dacht van, hey, hier gaat de wereld open. Voor mij, ik zag horloges, auto's, mooie vrouwen, alles erop en eraan. Strand, bergen, mooie villa's, et cetera. Levenskwaliteit was daar ook goed. Ik merkte wel, daar heb je wel wat centjes voor nodig. Dus ik gaf daar soms wel eens in een maand wat te veel uit wat dan er binnenkwam. Dus daar was ik niet zo van. Dus toen dacht ik van, waar zou ik heen gaan? En alle dropshippers waren altijd Bali en Dubai, weet je wel. Mm. En ik dacht altijd, ik ga lekker anders zijn dan de rest, weet je wel. Lekker tegendraads, ben ik sowieso wel. Of tegen de overheid, of tegen de baan, of wat dan ook. Dus toen dacht ik, ik ga toch maar een keer naar Bali. Misschien trekt me dat wel. En daar ging voor mij ook weer een beetje vorig jaar rond deze tijd de wereld open. Van, je kan gewoon voor 2000 euro per maand, of 3000 euro per maand, of wat dan ook. Kan je gewoon leven als een koning in Zuidoost-Azië. En in Bali heb ik dat echt wel gemerkt. En ik ga ook zeker terug. Maar ik heb nu het idee van, Europa heb ik best wel veel dingen gezien die ik qua landen die ik heb willen zien. Die zal ik later ook nog wel bezoeken. Maar nu is het echt tijd om in Zuidoost-Azië te gaan ontdekken. Thailand, Vietnam. Ook andere culturen daar ontdekken. Kijken hoe andere mensen leven. Ik zag daar mensen in Bali, lokale mensen die zo vriendelijk zijn. En die zo weinig geld hebben. En op zo'n pure manier leven. Wat heb je nou eigenlijk nodig, zeg maar? Kijk, tuurlijk, 2.000, 3.000 euro per maand is voor Nederlander is dat niet superveel om te kunnen verdienen. Maar als je dat online kan verdienen en daarmee kan leven, dan kan je daar een heel mooi leven leiden, vind ik, qua levenskwaliteit. Ik wil niet zeggen dat dat de rest van mijn leven zo zal zijn, maar ik merk wel dat je als persoon heel erg groeit door dat soort stappen te nemen. Mm-hmm. Nu ga ik ook weer naar Thailand zitten en weet ik niet hoe lang ik terug blijf. Dus ik heb wel gedacht van, ik ga misschien de eerste keer kerst en oud en nieuw misschien gewoon niet terugkomen of niet met familie zijn. Ik ga misschien wel langer wegblijven. Ook om als persoon en ondernemer te groeien. Dus voor mij staat Zuidoost-Azië nu even op de planning. Ik ben dan nu 5 maanden in totaal in Bali geweest. Heel veel dingen gezien. Er zijn nog een paar eilanden omheen die ik nog graag een keer wil zien. Maar ik heb nu het idee van, ik heb daar heel veel gezien. En dan wordt het repetitief. Dan wordt het een beetje normaal. Terwijl het eigenlijk niet normaal is dat je zulke dingen kan doen. Mm. En denk ik, dan ga ik mezelf weer in een andere omgeving plaatsen. Mm. In een Thailand voor nu. En dat is voor mij gewoon ideaal. Mensen zijn daar hoogstwaarschijnlijk ook vriendelijk. Kosten zijn laag. Je hebt veel like-minded ondernemers. Ik denk dat je gewoon daar een heel goed leven van comfort kan leiden ten opzichte van luxe. Het luxe is dus misschien een Marbella, een Dubai, een Monaco. Dus echt de de end dingen, de over-the-end auto, Rolex, et cetera, etentjes. Dat vind ik af en toe ook leuk om te doen, maar voor langere tijd niet. Dus ik vind daar de kwaliteit van leven nu super tof. En Zuidoost-Azië ga ik wat ontdekken. En ik zal sowieso blijven rondreizen. En waar ik blijf plakken, daar blijf ik wel even een tijdje plakken. En dan zien we het wel waar we belanden. Ja, gaaf Paul. Ik denk er nu zelf ook aan, want je verhaal geeft me wel ideeën en inspiratie voor wanneer ik getrouwd ben dit jaar. Okay. Om misschien te kijken volgend jaar om op welke manieren ik mijn filmwerk kan indelen, social media
management voor klanten kan indelen. Mijn eigen video's kan indelen en ook vette content kan maken in een andere plek. Misschien Zuidoost-Azië. Om ook eens een tijd weg te gaan met Anastasia. Ja, super tof. Misschien in de vorm van een halve honeymoon. Ja. En een half. Ja, inspireert wel. Kan super tof zijn. En het kan natuurlijk ook zijn, wat je in Bali en Canggu, je ontmoet daar zoveel ondernemers. En je hoeft niet eens per se iets van elkaar, zeg maar. Mm-hmm. Het zijn allemaal mensen, ik zou zeggen ongeveer tussen 20 en 40, misschien ook wel wat ouderen. Maar in ieder geval in die leeftijdscategorie die online geld verdienen. En iedereen gunt elkaar ook. En iedereen is echt bezig met zijn eigen ding. En zo kan jij daar bijvoorbeeld ook heel veel klanten, misschien zoals mij, ontmoeten. Oh, die bijvoorbeeld ook business coach zijn, of fitness coach, of life coach, of meditatie coach, of wat voor bedrijf ze ook hebben. Dan kan je daar ook klanten uithalen op zo'n plekken. Mm. Waar je dus content voor kan gaan schieten. Ja. Ja, gaaf. En je zegt, de ondernemers in bijvoorbeeld Bali, vanuit wereldwijd, die zijn gefocust op zichzelf en ze gunnen meer. Is dat iets wat je ook in Nederland terugziet? Of? Ja, ook wel dat Nederlandse ondernemers gunnen elkaar ook veel. Maar omdat je zeg maar in Nederland woont, krijg je toch heel veel mee van de maatschappij. En in Bali, ik zou niet eens weten. Ja, ik weet dat het hindoeïstisch is, maar ik weet niet wie de leider van Bali is. Ik weet niet of ze daar Forum voor Democratie stemmen of PVV, weet je wel. Of dat soort dingen in het nieuws, omdat je in een andere maatschappij leeft. En daar soort van als buitenlander bent, sta je een beetje los van de maatschappij. Ook al pas je je wel aan. Dus je pas je wel aan de cultuur natuurlijk. Maar je krijgt iets minder mee. Ook al vermijd je hier het nieuws, et cetera. Dan kijk je af en toe op je telefoon. Je krijgt toch wel dingen mee die in dit land spelen. Mm-hmm. Normaal gesproken. Mm. Dus dat merk ik wel als voordeel. Dat je echt los staat van de matrix of hoe je het ook wil noemen. Mm-hmm. Zeg maar. Je staat los van de maatschappij, merk ik. Mm-hmm. En dat vind ik wel een prettige manier van leven. Ja. Ja, iedereen leeft in zijn bubbel. Ik heb mijn eigen bubbel laatst geprikt. 3 maanden lang, 7 dagen in de week sporten. Okay. Maar dat was ook een beetje, als ik het vergelijk met jouw verhaal, niet de ernste van, maar dat je in Rusland bijvoorbeeld vast zat. En toen terugkwam en dacht, shit, alles kan me ontnomen worden. Ik ga 80 uur, of ik ga zoveel mogelijk werken. En dat was 80 uur per week werken. Voor mij was het de laatste echt 3 maanden lang, 7 dagen in de week sporten. En ook heel veel filmpjes opnemen om ook dingen te ontsnappen, bepaalde stress die ik had ervaren bij mijn eigen ervaringen. Okay. Maar nu denk ik, daarvoor ben ik niet ondernemer geworden. Ja. Weet je, ik wil mijn eigen tijd indelen en ook een beetje toch eerlijk zijn tegen jezelf, hard zijn. Maar ook aardig doen tegen jezelf, want je verdient ook te genieten van het leven. Dus nu heb ik bijvoorbeeld wat meer video's ingepland en zo. Ja, en nice. En kijk ik ook naar wat kan ik nog meer doen in mijn business. En sta ik open wanneer ik nu jouw verhaal aanhoor over het. Ik doe ook online ondernemen, dus hoe kan ik het combineren met een keertje op reis gaan? Weet je, als ik nog in mijn bubbel zat, zou ik dat niet eens horen. Dus wat jij zegt, matrix is volgens mij een synoniem voor een bubbel. Ja. Ik zeg ook soms wel eens secte. Ja, zo zou het ook. En dan zit je vast in een stramien. Je bent constant bezig, je staat constant aan. Wat ook goed is, je kan dan heel veel dingen doen. Maar dat soms uitstaan, dat is wanneer er dingen gebeuren. Ja, inzichten komen. Inzichten komen van je denkt, oh ja. Ja, dat is super tof. Dat kan zeker iets voor jou zijn. En dat betekent niet dat iedereen in Thailand of in Bali moet zitten. Het is waar het om gaat, als in ieder geval wat ik vind bij een stukje online ondernemen, is een stukje vrijheid. Maar heel eerlijk, wat heb je daarvoor nodig? Ja, euro's. En dat is wat ik bij veel klanten terugzie, waarom ze willen beginnen. Locatie, onafhankelijkheid en gewoon eigen leven bepalen. Dus dat neem ik zelf ook mee. Dus dat zie ik ook terug in mijn klanten, dat die. En de studenten, die zijn een beetje hetzelfde als ik. En dat is fijn om mee te werken. Ja. Welke studentverhaal heb je voor mij? Heb je voor de kijker? Ja, zeker. We hebben nog wel een leuk studentverhaal, eerlijk gezegd. Dus we hebben nu Camille bijvoorbeeld. Dat is een Poolse jongen. En die in Nederland woont. En gewoon echt een werker. Hij heeft volgens mij afgelopen 2 maanden in de bouwvak veel uren gemaakt en daar veel uitgehaald. En hij wilde graag met dropshipping beginnen. En hij was al bezig, maar het lukte allemaal niet. En toen kwam hij uiteindelijk bij mij terecht. En ik zei van, je hebt best wel druk met je bouwvak en met je studie die je ook doet. En nu ging hij volgens mij fietsen van Berlijn naar Kopenhagen of zo. En dat soort dingen doet hij ook allemaal van die vette dingen. Dus ik zei van, hey, lijkt het jou niet iets om gewoon wat producten in te kopen? Gewoon vanuit China of Europa en die voor een hogere prijs op bol.com te verkopen en daar gewoon je centjes mee te verdienen. En hij is nu denk ik 4 maanden bij mij in het traject en deze maand begint echt te lopen en heeft hij volgens mij
3000 euro omzet met zijn eerste drie producten. Dus hij heeft nu drie producten. Die doen allemaal ongeveer 1000 euro per maand. Met een hele gezonde winstmarge van 300-400 euro. Dat is nog niet superveel geld, dat snap ik ook wel. Maar dat is voor hem wel het besefmoment van, hey, hij ging van een verliesgevende dropshipper nu naar een winstgevende bolverkoper. En hij verkoopt producten in een categorie waar hij zelf ook affiniteit mee heeft. Ik zal de categorie niet noemen, maar hij is dus bezig met producten in een niche waar hij zelf ook iets mee heeft en waar hij zelf gepassioneerd over is. En biedt hij ook de best mogelijke service aan zijn klant via Bol. En dat is ook heel belangrijk. En dan zijn we aan het kijken van, hey, hoe kan je nog meer? Je hebt nu drie producten die 1000 tot misschien 1500 per maand doen. Laten we kijken of we daar nog vijf producten aan toe kunnen voegen. Dat jij naar die 10k per maand waar iedereen over schreeuwt online hebt. En dan heb je 3, 4, 5k winst. En dan mag je lekker zelf bepalen. En dan mag je zelf weten of je gaat studeren. En dan mag je zelf weten of je in de bouw gaat werken. Maar dan kan je wel zelf een keuze maken. De keuze maken van, hey, wil ik dit? Of wil ik toch dat? En dat is natuurlijk voor hem om te bepalen. En dat is super tof. We hebben ook nog een ander studentverhaal. Amal, dat is een vrouw. Een super hardwerkende Marokkaanse vrouw. En ze was ook in Marokko geweest en nu ook in Spanje. En ze verdient ongeveer 2000 euro per maand met haar Bolstore nu. Met mij. Nou, dat is nog niet superveel, maar we hebben afgelopen maanden heel haar assortiment geoptimaliseerd en alles goed gezet. En wat ik aan haar merkte is, ze doet alles zelf nog verzenden. Dus ze is zelf postbode. Dus ze gaat zelf de pakketjes brengen vanuit haar loods. Die bepaalt ze geld voor en daar liggen de producten. En zelf inpakken en zelf retourneren. Wat superveel tijd kost en wat niet per se zorgt voor meer omzet. Dus heb ik tegen haar gezegd van, hey, wat we nu gaan doen, je verdient nu 2.000, 3.000 euro per maand met Bol. We gaan meer producten zoeken, in plaats van ze heeft best wel wat producten. We gaan 8 tot 10 producten zoeken die ook die 1.000 tot 1.500 doen per maand. In plaats van heel veel 30, 40 producten die allemaal maar een paar orders per maand doen. Dus dat gaan we bij haar veranderen. Plus dat we heel haar loads gaan veranderen naar richting fulfillment center. Heel simpel gezegd, iemand anders gaat voor haar de producten versturen naar de klant via DHL, PostNL en de retouren. Dat scheelt haar enorm veel tijd, want ze heeft ook nog een rijschool. Ze heeft kinderen, ze heeft een man. Ze gaat af en toe op vakantie. Ze kon nu bijna niet op vakantie gaan, omdat ze haar Bolstore heeft. Maar haar broer was er gelukkig in Nederland om voor haar de producten te verzorgen. Dus zij gaat nu eigenlijk een business creëren die niet alleen een paar duizend euro per maand doet. En misschien straks richting 5.000 tot 10.000 euro per maand. Maar ook eentje waar ze op vakantie kan gaan. En waar ze een huis in Spanje misschien ook nog gaat kopen. En in Marokko voor familie. Kan ze lekker op vakantie gaan. Zonder de zorgen te hebben van, hey, ik kan niet weg vanwege mijn business. Mm. Dan zit je misschien ook nog wel in die bubbel van, hey, ja, ik heb heel veel familie in Marokko en die zie ik graag. Maar ik kan er niet heen, want mijn bolorders staan aan. Dat is niet de manier hoe ik het zou willen en hoe zij het waarschijnlijk ook niet zou willen. Ja. Dus daar zijn we mee bezig. Ja. En verder zijn er nog talloze voorbeelden van klanten. Ja, mooi dat ze ook zo naar Spanje, naar Marokko kan gaan, die Marokkaanse vrouw allemaal. Ja. Ze heeft gezin en ze is gepassioneerd, dus doet die orders nu ook natuurlijk zelf. En hoe reageert ze daar dan op als jij zegt van, we gaan van de zelfproducten versturen naar een fulfillment center, dus die dat voor haar gaat versturen? Ja, voor haar is het, iedere call leert ze weer iets nieuws en is ze super enthousiast. Dat is ook gewoon fijn om mee te werken. Ze is ook naar Michael Pilarczyk geweest volgens mij, naar zo'n event van hem. Dus ze is zelf heel erg bezig met die persoonlijke ontwikkeling. Ze is heel erg dankbaar daarmee en ze weet dat ze misschien niet nu gelijk al meer gaat verdienen. Al is dat wel gebeurd de afgelopen maanden iets en gaat het richting Q4 meer. Maar ze gaat meer slash hetzelfde verdienen qua omzet met minder tijd. Omdat ze heel veel tijd die ze in die lood stopt en versturen van pakketjes, inpakken, retourneren, alle zooi die erbij komt kijken met postbode zijn zelf, gaat ze nu uitbesteden aan een fulfillment center. En daardoor krijgt ze heel veel andere tijd. En dan kan ze die tijd bijvoorbeeld kiezen van, hey, zullen we nu eens producten gaan zoeken die in plaats van voor jou 200 of 300 of 400 per maand opleveren, 1000 tot 1500 per maand aan omzet gaan opleveren op een platform als Bol bijvoorbeeld. En zo kan zij dan ook weer stappen gaan maken. Mooi, want ik zie wat het voordeel is om met jou te werken en dropshipping, Bol en e-commerce te doen. Ja. Dus je kijkt dus, zoals bij deze vrouw, heel persoonlijk ook naar haar leven, levenssituatie. En ook vanuit je professional zijn, zie je de omstandigheden in haar werk. Dus het geheel proces. En dan ga je daarop optimaliseren. En dat is gewoon een proces van, oké, ik verdien nu 2.000-3.000 per maand. Ja. Nou, ik ga nog steeds ongeveer hetzelfde verdienen, misschien iets meer. Maar ik ga veel meer tijd ervoor terugkrijgen. Ja, dat was super waardevol. En dat zie ik ook bij klanten terug. Het is echt een 1-op-1 gameplan. Het is heel erg persoonlijk.
En wat je bij veel dropshippers en bolverkopers leer je een trucje. Ik leer ook de basis en ook een trucje en hoe je het ook wil noemen. Maar daarna kijk ik echt naar de persoonlijke situatie, de behoefte en de doelen van een persoon. Naast hoeveel tijd iemand per week heeft, hoeveel kapitaal. En niet alleen om mijn coaching te betalen, maar ook om natuurlijk in het bedrijf te investeren. Wat enorm belangrijk is. En de mindset. Want ja, als jij gewoon niet de mindset hebt om te gaan dropshippen. En jij kan niet tegen advertentiebudget uitgeven terwijl er niks uitkomt. Dan zeg ik van ja, laten we eerst gewoon even lekker met bol.com starten. Dan ga je daar kijken, kan je daar even inkomen mee opbouwen. Kan je kijken hoe dat voelt, dat inkopen, dat verkopen zonder te adverteren. En dan kunnen we kijken van, hey, zullen we daarna ook nog je website gaan bouwen. Met misschien de producten die je op bol hebt of eventueel te dropshippen. Zo kijk ik er echt per persoon naar. In plaats van gewoon all-in-one fit, wat de gemiddelde cursusbaas doet. Ja, hier is de cursus, zo doen we alles en zo gaan we het doen. Ja. Dat is een hele andere manier dan, dan hoe wij het doen. En stel de kijker die denkt, ik heb hier wat tips uitgehaald, ik heb Paul beter leren kennen, maar die is ook geïnteresseerd in wat kan jij voor hen betekenen? Hoe ziet jouw salesproces eruit als je daarin open bent? Ja, als we over een stukje salesproces hebben, heb ik redelijk geautomatiseerd. Dus mocht je iets bij mij kopen, dan ga je me hoogstwaarschijnlijk pas zien als je iets gekocht hebt. En daar ben ik heel transparant in. En een van de redenen waarom ik dat ook heb gedaan, omdat ik de focus heb op de huidige klanten. Ik wil meer tijd besteden aan mijn huidige klanten en een hoger succespercentage. En daardoor kan ik niet de hele tijd in de DM dingen beantwoorden en via sales calls altijd gesprekken doen. Dus daar heb ik tegenwoordig mensen voor die inderdaad setters of closers of hoe je het ook wil noemen in coaching business, x aantal dingen voor mij uitvoeren. En het is heel erg belangrijk dat het een win-win-win is. Dus als we aan de slag kunnen gaan, dan moet het een win voor jou zijn om het te doen. Er moet een win voor ons zijn om het te doen. En ook nog een win daarbuiten in het algemene plaatje. Dus 1 plus 1 moet 3 zijn om voor ons aan de slag te gaan. En ja, wij zijn er ook niet voor iedereen. Dus wij zijn ook zeker niet de goedkoopste of dat in. Dan moet je naar iemand anders gaan. En we claimen ook niet de allerbeste te zijn. We kijken ook naar de concurrentie. Die zit ook in een andere prijskategorie. Maar voor wat je krijgt en voor wat ik kan bieden, kan ik je zeker helpen met dropshipping, verkopen op Bol, Shopify, branding, wat je ook doet. Om daar meer uit te gaan halen. En als je daar interesse in hebt, dan kan je altijd een vrijblijvend kennismakingsgesprek inboeken met mijn rechterhand. Die ook heel veel weet omtrent e-commerce. Ondertussen heb ik hem helemaal in opgeleid. En dat hij alles weet over hoe ik het doe, hoe wij het doen, wat de resultaten zijn. Waardoor hij jou ook gewoon, naast dat je een vrijblijvende call inplant. Naast dat, of je een salesgesprek wil noemen of hoe je het ook wil noemen. Dat je daar waarde uithaalt als persoon. Van wat is jouw huidige situatie, waar sta jij nu en waar wil je heen en wat is er voor nodig om van hier naar hier te gaan. En kunnen wij jou dat bieden, dan gaan we in zee. Kunnen we jou dat niet bieden, dan zeggen we kom misschien op een later moment terug. Of desnoods gaan naar de concurrent bij wijze van. Ja. Dus zo doen wij het echt. Je moet er echt voor willen gaan, je moet aan de bak willen gaan. Het is niet een uurtje per dag erin steken in het begin, zeker niet, wat menig cursusbaas je belooft. Hoe meer tijd je erin stopt op de hebboomtaken, hoe meer je eruit gaat halen. Ik wil gewoon met mensen werken die gewoon aan de bak willen gaan. Die eventueel uit de 9 tot 5 willen ontsnappen. Die hun business willen opschalen. Daarvoor ben ik er dus niet voor iedereen. En dat is hoe ik het graag doe. Ja. Oké. En waar gaat Paul en zijn bedrijf en de mensen waarmee je werkt en je klanten, waar staan jullie over een aantal jaar? 3 jaar, 5 jaar? 3 jaar, 5 jaar, dan geloof ik dat het bedrijf consultancy coaching nog steeds zal bestaan, verwacht ik. En dat we ook meer impact maken op de klanten. Dat is voor mij ook een hele belangrijke kernwaarde. Naast natuurlijk euro's verdienen, zorgen ervoor dat de klant de best mogelijke ervaring krijgt. En gaan we ook kijken van, hey, ik heb ook bewust klanten dus vaak 3 tot 6 maanden of 1 jaar gedaan. En gaan we dus kijken van, hey, wat kunnen we klanten nog meer bieden door ze langer aan ons te binden. Door ze langer consulting te geven. Dat heb ik in het begin niet gedaan. Omdat ik voelde dat ik niet meer de meerwaarde kon brengen aan die klant. Of aan die student. En nu zijn we dus bezig met een proces waardoor we dus jou het langer kunnen helpen. Op verschillende manieren kunnen helpen. En dat verder gaat dan een trucje waar we het net over hadden. Wat de menig cursusbaas doet. Dat het echt consulting coaching is. Persoonlijk. Op jou. En af en toe zelfs in Nederland spreek ik ook klanten fysiek. En ik sta ook zeker in het buitenland open om klanten gewoon te ontmoeten altijd. Maar vaak is het inderdaad wel via Zoom. Omdat ik vind het gewoon fijn om online te werken. En zo houden we dat voorlopig ook aan. Er kunnen in de toekomst ook heel veel vette dingen aankomen. We zijn nu ook bezig met school community. Maar we zullen ook misschien wel offline events gaan doen. Online events. Er kunnen nog heel veel toffe dingen aankomen. Dus stay tuned. Ze zijn nog niet van me af momenteel. Gaat.
Nou, ik denk dat ik de kijker wil gaan uitnodigen om in ieder geval, als je denkt van, ik vind het een interessant gesprek, check de gratis content van Paul op YouTube. Ja. Daar kan je denk ik heel veel al zelf mee deels aan de slag. Ik weet niet in welk stadium je zit. In contact te komen met uiteindelijk Paul, maar eerst via zijn rechterhand en de groep, de community die hij biedt, is denk ik heel makkelijk via Instagram. Dus daar is een link op je profiel of daar kan je een persoonlijk bericht sturen. Op YouTube ook. Je kan op alle socials vinden. Op school vind je een hele gratis dropship cursus waar menig cursusbaas €3000 voor betaalt. Op YouTube vind je heel veel gratis value. Ik heb ook een podcast op Spotify. Je kan me op LinkedIn vinden, Instagram, Facebook. Ja. Op elk social media platform zijn we bijna wel te vinden. Dus als je mijn naam intikt, dan moet dat wel lukken. Ja. En ik zelf persoonlijk, toen ik begon met ondernemen, zocht ik niet gelijk de contact op. Want ik had niet veel vertrouwen in mijn eigen kunnen. En dan zou ik dan met iemand moeten praten en erover moeten vertellen. Ja. Maar ik merkte wel, dus te meer ik in gesprek ging met mensen die of verder waren dan ik, of in ieder geval dat deden wat ik wilde doen, of ik mij herkende in hengen. En dan op gesprek ging dat ik wel verder kwam. Dus dat ging dan over video's maken of social media management. Ik leerde heel veel van andere mensen. Ik leerde beter communiceren. Dus vanuit die visie zou ik ook wel zeker met Paul connecten. Van stuur me een berichtje op LinkedIn. Misschien vindt iemand een bericht sturen spannend. Nou, dan is dat die eerste overwonnen obstakel, weet je. Dus dat zou mijn uitnodiging zijn. Ja, zeker. Ja, daar hebben we ook gewoon, wat ik al zei, gewoon een team voor achter de hand staat. Die gewoon met jou een goed gesprek gaat hebben. Op elk platform dan ook. En check sowieso heel veel gratis content die we online hebben staan. Wat ik net al zei, veel cursusverkopers, heel veel geld voor vragen. Wat wij allemaal gratis weggeven. Geweldig. Super. Dank je, Paul. Dank je wel, Marco.